allemaal. Ik sta hier met mijn kopje koffie op het station van Hengelo. Mijn naam is Julian. Welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag gaan wij een toertje maken door Neder-Saxen en dan het noordwesten van Neder-Saxen naar de streek Oost-Friesland. Ja, daar is de Friesland in Neder-Saxen. Het is licht. Ik sta bij het Saxpoortje nummer 11. Zo nemen we niet eens de eerste trein. Julian, dat gaat steeds beter. Veel kijkplezier. Even wachten totdat die SGM voorbij is en dan kan het feest losgaan. Eventjes netjes een medisch mondkapje opgedaan. Met deze trein gaan we naar, niet naar Ossenbrück, niet naar Herford of zo. Nee, we gaan naar Bad Bentheim. Ga je later weg zodat het niet donker is en dat je wat van de omgeving kunt filmen? Nee, is het mistig. Aangekomen in Bad Bentheim. Bad Bentheim is het beginpunt van de Bentheimer IJzerbaan. Dat is een privaat spoorlijntje die sinds 2019 een reizigersdienst opereert van hier naar Nordhorn en Neuenhaus. Wij nemen zo dadelijk het lintje wat hier klaar staat richting Nordhorn. Aangekomen op het treinstation van Nordhorn, wat zo te zien gigantisch in de steiger staat. Je zult hier in Nordhorn redelijk wat Nederlandse namen voorbij zien komen en Nederlandse teksten, want het ligt vlak bij de grens. Echt nog geen 3 kilometer hier en dan zit je in Noord-Deurningen, vlakbij Denenkamp. Daar gaan we dus niet heen. We gaan hier nu wachten op buslijn 165 naar Lingen en de aansluiting daarop vanuit de trein is 40 minuten. Achter het station zit een tankstation waar ze belegde broodjes hebben. Nou, de busdienstregeling. Ja, zie hier maar eens brood van te maken. Ik heb er geen idee. Zal me eigenlijk ook benieuwen wat voor een bus er zo komt. Nou, ik heb het niet meer hoor. Onderaannemen met een Iveco Crossway LA en gordijntjes. Ook dit interieur, ik vind het heel apart. Met deze bus, streeklijn 165, gaan we naar Lingen. Aangekomen in Lingen. De bus had wat vertraging. Aansluiting op de trein is dus niet erg ruim. En we zijn alweer onderweg. Dit is de Barre Eemsland route, de RE15. En deze gaan we een keertje helemaal tot het eindpunt uitzetten en helemaal naar Emden. Met het Westfalenbaan flirtgeweld aangekomen op Emden Hauptbahnhof. En ik zie daar een gigantische stoomblok op de parkeerplaats staan. Loop ik dus naar die stoomtrein toe? Wat zie ik? Lopen hier nou mini-treintjes? Oké, wat is dit? Ja, mini-dampbaan. Echt niet. Wat brut. Holy shit. Het is wel heel erg miniatuur dit. Het is net een modelbaan, joh. Als je het hiermee vergelijkt, helemaal. Die mensen hier zijn met die spoorlijn wel echt helemaal intens gegaan, joh. Oh, het is wel geniaal. Ze hebben zelfs miniatuur seintjes. Nou, voordat ik hier mijn hele overstaptijd verneuk. Weer op perron van Emden Hauptbahnhof. Ik wacht hier op de RE1 naar Nordrijk-Molen. Dat is het meest noordwestelijke puntje van het Duitse spoorwegnet. Deze Intercity moet nog eerst even weg. Over de Intercity's gesproken, met het Neder-Saxen-ticket mag je in deze hoek van Duitsland ook met Intercity's reizen.
aangekomen op het station van Norddeich. Dat is het laatste station voor de eindbestemming van de trein. Maar naar de eindbestemming toe, dat is niet zo heel erg ver. De trein is hier namelijk nog niet eens het perron af. Maar de voorkant van de trein rijdt nu een overweg over en komt nu aan op zijn eindbestemming. Norddeich Molen. Nog geen halve minuut nadat de trein is aangekomen in Norddeich Molen ben ik aangekomen op Norddeich Molen. Waarom deze stations nou weer zo achterlijk kort op elkaar liggen, geen idee, maar ik vind het super grappig. Nou, deze uithoek die kunnen we nu ook aftikken. Verder is dit station niet boeiend. Het is een typische veerboot terminal. Trein sluit aan op bootgeval richting Waddeneilanden. Ja, want het is nog steeds Friesland. Overweg gaat dicht. Ze gaan de trein afrangeren. Terwijl ik mijn broodje sta te eten, komt onze volgende trein aan, een Intercity. Aan boord nu van de Intercity Dosto met als eindbestemming Koblenz Hauptbahnhof. Schijnbaar is er aan boord ook een reizencafé. Oh, dat is zoiets. Er komt er straks iemand als een soort paashaas door de trein gehuppeld met een mandje. Prima, met deze trein gaan we naar Leer. Wij komen nu aan op het station van Leer Oost-Friesland met een vertraging van 4 minuten. En volgens mijn planning was mijn overstap op mijn streekbus hier 5 minuten. Daar is er dus één van over, dus dat gaat heel snel. De bus is gehaald. Dit is lijn 620 naar Wenen. Aangekomen in Wenen bij het station. Hier had ik een geplande overstap van 5 minuten. Dat zijn er nu inmiddels 57. Station Wenen dus. Op dit station beschikt men over een Nederlandse ouderwetse strippenkaartstempelautomaat. Hoe dat zit. Dit is gewoon een Nederlands tariefpunt. Hier eindigt de trein vanuit Groningen. Normaal rijdt hij ook door naar Leer. Daar had ik gewoon vanaf Leer de trein kunnen pakken. Maar een paar jaar geleden, een jaar of 5 geleden inmiddels al, was er een dronken Rus die tegen een brug aanvaarde met zijn schip. En nu kan dat niet. Dus als die bus te laat is, dan mag je hier een uur de boel bekijken. 6 jaar geleden was dat zelfs al met die brug. Kijk, de trein van 15:20 die is al weg. Ik zou denken dan, oh, 16:12 de volgende. Nee, die rijdt alleen op zondag. Dus de volgende is pas om 16:20. Wat mij opviel hier aan de DB-automaat is dit hier, strippenkaart. Blijkbaar kun je strippenkaart, ja. Dus ik heb een kaartje gekocht naar Bad Nieuweschans. Oké, blijkbaar kun je er gewoon reizen met de strippenkaart. Dus dat verklaart waarschijnlijk ook de Nederlandse stempelautomaat. Eventjes terug in de jaren 90 dus met de strippenkaart. Het is echt de vreemdste shit ooit hier, man. Het echte ticket waarmee ik vandaag reis is gewoon het in de Sachsen ticket, maar ook met de plus Groningen variant van 6 euro, dus een toeslag erbij. Met dat ticket, met dat plus Groningen ticket van 6 euro, mag je naar Groningen reizen. Dus deze trein nemen we naar Groningen. Aangekomen in Groningen. Dankzij het uurvertraging geen hoogstandig avondeten. Het is gewoon een barbecue cheese bacon-achtig geval van de Burger King. Simpel, maar prima.
Ik heb het spul maar meegenomen de trein in, want die vertraging, ja... Ja, ik heb wellicht nog een privéleven buiten dit, omdat dat snappen de meesten van jullie niet, maar dat heb ik echt daadwerkelijk. En dan moet ik gewoon met rust gelaten worden ook. Hoe komt dat blauw net logo niet groter of zo? Wandelende vlog afsluiting in het donker, want ik moet morgen weer werken. Dankjewel al voor kijken naar deze video. Vind je het een leuke video? Ga je zelf een keer naar het noordwesten van Niedersachsen, naar Wenen en daar een uur stranden? Laat het zeker weten, een blauw duimpje omhoog achter. Abonneer voor meer. Wat een disco trouwens hier. Tot de volgende keer. Tjus. En bis zum nächsten Mal.